Gaat goed daar binnen? Ja hoor, alles onder controle. Gezellig, hè? Dit met drie vrouwen in de auto. Ja, ik vind het mooi. Ja, jij kan gewoon via Richard weer naar binnen kruipen. Via Richard naar binnen kruipen. Ja, nee, dat lijkt me een goed idee. Hou je vast. En dan lach ik bijna. Dit is echt de tofste safari die ik ooit gedaan heb. Nou, moet je nagaan. Op anderhalf uur vliegen vanaf Nederland. Nou, daarom! Naar Afrika toe. Slowakije zit vol verrassingen. Ja. Oh, dit is echt awesome. Kijk, dit gaat. Het is net de kerstman. Oh, dat geluid. Hoor dat. Ja. Dat is mijn gerst echt naar vlak te gaan. Sorry, maar het klinkt heel leuk. Nee, ik vind het anders mooi. Alleen, ik vind het zo jammer dat het nou mijn gerst is. Dit is... Dat is weer anders. Dit is dus gerst. Dit is het bier van de toekomst. Dit is brooggerst. Die gaan we binnenkort... Brouwgerst? Ja. Hier ga je bier van maken? Ja, nou, ik niet, maar dit gaat echt voor bier. Ja. Oh, dat kan dus heel veel kwaad dan? Wat? Dat ze er doorheen banjeren. Ja, kijk, het is beter als ze er niet doorheen gaan. Maar ja, het is gewoon, weet je, dat is ook een deel van de grond die goedkoper is in Nederland. Er zit hier ook meer wild. En als je nou heel goed kijkt, er zijn twee albino's. Twee, wat? Maar die zijn er nu even niet, maar die zijn er wel. Nu even niet. Als je heel goed kijkt, dan zie je drie vrouwen zo. Maar nu zijn ze er niet. Als je heel goed kijkt, zie je Casper het spookje. De dag was lang. Ja, het is wel een lange dag. Ah, maar is het oprecht nog een goed idee om cocktails te drinken? Nee, we gaan dat gaan we niet doen. Cocktails drinken. Dan gaan ze ook gewoon lekker naar bed. Nee. Ja, dit zegt niks over hoe leuk we het vonden, hoor. Want we vonden het echt heel erg leuk. Ja, slaapverwerkend. Ja. Oh, en make-up afhalen. Ja, dat moet ook nog. Ja, het was een hele leuke dag. En ik vind ook dat hij onwijs zijn best heeft gedaan om het hier klaar te maken en gezellig te maken. En ja, dat vind ik wel heel erg leuk. En voor jou gaat je gezicht zelfs van oplichten. Dat is helemaal interessant. Nou, ik heb wel het idee dat wij elkaar nog wel een beetje moeten vinden of zo. Dat idee heb ik wel. Ik hou je in de ruimte ruim. Ja. Ik denk op het niveau van humor en... Maar ook... ik heb het idee dat... Ja... Hij heeft nog niet zoveel aan me gevraagd. Ja, jouw wekker gaat ook gewoon echt wel weer veel eerder dan die van ons. Ja, ja, dat komt wel goed. Dat loopt wel los. Ik hoop morgen wel dan misschien nog een moment met hem te hebben. Of in elk geval dat ik het... En dat we elkaar iets meer kunnen vinden, of in elk geval dat wel proberen, zeg maar. Wel trusten. Allemaal als we dit allemaal als hokje eten. Ja. En dit is 7 days, wat does 7 days mean? Voor Richard begint de dag met het doornemen van de planning met het personeel. Het is relatief rustig op het bedrijf, dus hoeven de logees niet gelijk aan het werk. En hier goed doet, dan moet je de vet naast hectare en Jana Kuus Malië. Eden hectare. Daarmee dan hectare. Ja. Dobre, okay. Altijd dat kwasten, tot die pot kan ik. Dobre, oren. Ja. Zo. Oh, oren. Ik heb één keer mijn oren verbrand. Dat wil je echt niet. Dan kon ik helemaal bevellen, kon ik eraf trekken. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer. Je hebt wel koffie. Hey. Jazeker, we hebben ook wel koffie. Ah, ik wil ook wel een bak koffie, ja. Lekker slapen? Ja, ja. Kort nachtje weer, maar... Ja, hoe laat was je eruit? 6 uur. Ja. Ja. Wij dachten, nou, kunnen we buiten eten? Ja, sowieso. Ja, toch? Ja. Oh, kunnen we wel de tafel verplaatsen dat we in de zon zitten? Ja, nee, ja, ze zijn gewoon... Het klikt met alle drie wel redelijk goed, volgens mij. Ik kan er redelijk mee wegpraten. En dat ze ook nog steeds niet afhaken bij mij. Maar ik moet nog een beetje ontdekken, denk ik, wat ik van wie nou het leukste vind. En wat daarin dan de wijze keuzes zijn. Maar ze hebben alle drie gewoon wel dingen die leuk zijn, die me wel aanspreken. En toen je hier in Slowakije rondliep, ja, heb je toen wel eens een moment overwogen om hier te gaan wonen? Nee. Maar denk je ook,
niet op die manier over na als je gewoon hier... Ik weet wel dat ik het echt heel mooi vond. Maar en hoe zie je dat nou dan voor je? Zie je jezelf hier wonen? Werken? Leven? Dan zou ik wel echt moeten gaan kijken wat hier voor mij dan is. Ja. Maar ook omdat je vrij veel interactie hebt met andere mensen in jouw werk. Ja, zeker. Het is best wel lastig hier als je de taal minder spreekt om daar direct vanaf de eerste dag weer mee verder te gaan. Ik praat voor mijn werk, dus dat is ook wel een beetje een dingetje. Want voordat je dat echt weer zou kunnen oppakken, moet je de taal echt heel goed beheersen. Want dat is niet fijn als je daar deel over na moet denken over hoe je dingen gaat zeggen. Maar jullie spreken ook allemaal Engels? Jazeker. Ja. Het is toch helemaal leuk als je hier dan een kleuterjuf kan worden of zo. Je lijf afmatten op de fiets. Marijke houdt ervan. En toch is het de rust die Richard uitstraalt wat haar trekt. Ik kan van mezelf echt wel heel druk zijn. En heel veel energie hebben. En dan is het echt wel lekker dat er iemand naast je staat die juist het tegenovergestelde is. Die dat allemaal weer een beetje zo naar beneden haalt. Ze heeft een hechte band met haar ouders die ze thuis of op de camping wekelijks bezoekt. Hoi. Hey. Leuk dat je er even bent. Ja. Ik denk kan mooi fietsen. Als ik daaraan denk, aan het feit dat ik naar Slowakije zou kunnen gaan, ja, dan gebeurt er heel veel. Want daar zitten mega veel scenario's in mijn hoofd over hele leuke scenario's. Dingen die heel moeilijk kunnen gaan zijn. Maar goed, het gaat er ook heel erg om hoe het daar voelt. En hoe ik me daar voel. Hoe jij je daar voelt. Ik bedoel, dat is toch ook wel een beetje een dingetje. Ja. Het is niet die 50 kilometer verderop woont of zo. Nee, er zit mooi wat tussen. Ja, gewoon spontaan naar elkaar toe gaan, koffie drinken, barbecuen. Dat zit er dan niet meer in. En paarden opereren in Slowakije? Volgens mij zijn er best wel veel paarden in Slowakije. Want er zijn ook heel veel Nederlanders die hier een jonge paarden in de opfok hebben. Hm. Want die mensen moeten dus of naar Kosice, of naar Wenen. Hm. Maar daartussen zit 6 uur. Ja, daartussen zit jij dan misschien wel. Dus dat is wel... Maar je kan hier nog specialisatie doen in herten en dieren. Ja, de Big Five van Slowakije. Ja, de Big Five van Slowakije. Ja. Dit is maanzaad. Je ziet wel. Dat zijn die knoppen waar dat in zit. Ja, als ze helemaal uitgebloeid zijn, dan gaan die bollen behoorlijk groeien. Maar dit wordt al echt groot. Is dit al uitgebloeid? Ja. Of moet dit nog? Nee, het is uitgebloeid. Dat is al uitgebloeid. Ja, deze moet nog. Dus deze. Die moet nog. Als je deze hangt ons erboven, zeg maar. Deze begint net open te gaan. Ja. En een dag later is het dit. Vervolgens staat hij open, dan kan het bestuiven en zo. En daarna vallen deze blaadjes er allemaal zo vanaf. We helpen de natuur even een handje. Ja. En dan krijg je dus dit. Oh, er zit nog superveel in zo'n plantje. Ja. Oh, dat is inderdaad wel zo'n handje vol. Hoe oogst je dit dan? Met een combine. Die gaat er overheen, dus dan knip je gewoon al deze bovenste zaadkoppen er allemaal uit. Ik heb geen idee hoe dat soort dingen werken. Dus ik vind het wel heel tof. Om daar wat meer over te leren en wat hij daar allemaal mee moet doen en hoeveel tijd hij eraan kwijt is. Dat geeft je weer een beetje een beter beeld van hoe het hier allemaal reilt en zeilt. Ja, van deze plant is hier een hagelsteen opgevallen vorige week. Een hagelsteen? Ja, maar dit hier op sap loopt er gewoon uit. Dus dit is waarschijnlijk allemaal gewoon hagelschade van vorige week. Oh, hier is ook echt. En deze is ook helemaal misvormd. Ja, kijk maar. Ja, die ook. Joh, je kan zo je veld verhuren om hier mensen te laten trouwen. Het is een mooie locatie zo, hè? Ja, ja, net te zeggen. Ja. Zeg leuk, kerkje op de achtergrond. Ja. Ik weet echt niet wat ik zie. Ik vind het zo mooi. Het is gewoon een Slowaaks tulpenveld, zeg maar. Ja. Ja, dit is het selfieveld van... Maar zo zie ik een trouwerij een beetje als een bekroning van datgene wat je samen hebt. Maar ik zie het niet, zeg maar, als de zijmarkering van de paadjes waarbinnen je wandelen mag of zo. Ik vind ook zonder dat trouwen moet die degelijkheid er wel in zitten. Oh, dat toch? Ja, toch? Ja. Dus ik vind het niet zo niet nodig. Ik vind het wel... Het is heel mooi om te doen, maar het is geen mus. Het gaat gewoon van een ene moment is een heel, redelijk serieus gesprek tot echt het meest onzinnige. En zo gaat het bij ons thuis ook. En misschien dat het daarom juist wel, dat ik me juist daardoor ook wel op mijn gemak voel. Omdat het gewoon een beetje voelt als thuis. Ik weet niet of dat heel gek klinkt, maar ja, maar zo voelt het gewoon een beetje eigenlijk. Nou, we komen eruit met z'n vieren. Ja, hè? Ja. Ik kan wel trouwen met z'n vieren. Ik weet niet wat hier mag. Ja. Dat weet ik eigenlijk ook toch. Maar ik voel me in ieder geval erg op mijn gemak en dat is wel... Lang geleden dat ik dat wel iemand heb gehad. En ook wel heel belangrijk voor mij. Dit is mijn probleem. Dit is jouw probleem? Ja, dit doen de muizen. Ze doen gewoon hier een stengeltje doorknagen. Oh? En dan vervolgens een korreltje valt op de grond en dat is het dan. Misschien kun je er een kat in loslaten. Maar je ziet echt zo'n spoor lopen. Dan neem ik gewoon mijn kat mee. Dus dan doen we die hier in het Rijnland. Kat in loslaten, ja. Ik denk dat het goud waard is.
Ja. En wat zijn dan die sprieten die er bovenuit... Dat noem je in de volksmond onkruid. Okay. Oh, dat is gewoon gras en zo. Ja.